Er zal weer gestart worden over de achtste finales nieuwelingen jongens. Met Kevin Elmers, Dave Kleiboer, Elmer Hummers, Mark Peters, Kierke Dreuzen, Boy van Hassel, Sander Bos en Koen Dollevoet. En weer is het Elmers die goed vertrokken is. Elmers is goed vertrokken met Wissing Kielsoff. Deze zat Dave Kleiboer, de Apeldoorn, zit er ook goed bij. En Jan Drommel in Apeldoorn en Elmer Hummers zit op plaats van de drie. En wie hebben dan op de vierde plaats? Is even kijken, even loeren, dat is nog niet gezet hoor. Gaat er nou eentje onderuit of niet? Ja, ik denk het wel. Dat was volgens mij voor Frits BMX, Mark Peters. Die ging daar onderuit bij het neerkomen of het afdalen eigenlijk van het viaduct. En dat betekent dat het er goed uitziet voor de man uit Doeland, Koen Dollevoet. Want hij zit nu op de vierde plaats. En hij was in het gevecht daar met Peters. Hij was daarbij betrokken. Maar goed, heb geen plaats, want hij regelt zijn eigen lijn natuurlijk. Geen enkel probleem, helemaal sprak er overwinning.